We staan hier bij de vriendin van Arne Marit. Stien, wat verwacht je vandaag van deze wedstrijd voor Arne? Hij wil proberen te sprinten nog en te winnen, maar ik ga zien wat het geeft. Ik hoop dat hij het goed gaat doen. Hij heeft er al vooral zin in, dus ik zal wel zien. Wat staat er dit jaar nog op het programma voor de hele team? Ik denk dat hij sowieso naar Noorwegen gaat hem nog volgende week. Dan Luxemburg doet hij nog mee. In Frankrijk dacht ik nog een koers. En dan de Pink Pink. Nee, ja, die koers doet hem ook nog mee. Ja. En wat betreft het contractverlenging, tot welk jaar is er vastgelegd? Volgend jaar nog. Maar voor de rest weet ik niet van verlenging of zo. Zijn er toekomstplannen? Geen idee, dat weet ik niet. Dat moet hij aan hem vragen. Wat scheelt er in feite aan de progressiek van Arne zelf? Wat verwacht je in de toekomst? Waar kan er nog aan verbeterd worden? Ik bedoel niet privé uiteraard. Nee. geen idee eigenlijk. Ik weet niet, hij wil graag wat meer wedstrijden winnen. Dus ik hoop voor hem dat dat meer kan doen, maar voor de rest, ik vind dat hem goed bezig is, dus ja. En in het ploegverband, leuke ploeg? Ja, hij vindt het toch altijd fijn, dus ik denk dat de sfeer wel goed zit daar, ja. Jouw toekomst wel met hem? Dat heb ik nog geen toekomst. Ik hoop dat we nog lang samen blijven, dus... We hebben niks nieuws te melden, geen verwachting of dergelijke? Nee, geen nieuws, nee, nog niet, nee. Oké, succes toch, hè? Dank u.